De PhD-school van de Anton de Kom Universiteit was de meest systematische en meest professionele opleiding dat ooit is opgezet op de universiteit. Daarvan is professor Jack Menke, die aan de wieg heeft gestaan van deze school, meer dan overtuigd. In het actualiteitenprogramma Panorama is de hoogleraar ingegaan op de ontwikkelingen die het onderwijs in Suriname heeft doorgemaakt vanaf de onafhankelijkheid in 1975. Anders dan wat onderwijsminister Lilian Ferrier onlangs heeft gesteld, meent Menke dat Suriname wel gereed is voor een PhD-school. Beste experiment, en ik zeg het vandaag met opgeheven hoofd, aan de totale Surinaamse samenleving, het mooiste en het beste en het meest gefundeerde experiment dat we ooit hebben gehad op de universiteit, is de PhD-school. Het is 8-9 jaren voorbereid. Het is voorbereid op een manier dat je dus eigenlijk de PhD, het programma, dat je dus eigenlijk een gebalanceerde keus doet uit de mogelijkheden van het Europees model. Menke zegt verder dat de PhD-school vanaf de pilotfase in 2014 een paar vooraanstaande afgestudeerden heeft afgeleverd. Hij stelt dat de school het resultaat is geweest van geloof in eigen kunnen. Netter, democratischer en, laat me zeggen, systematischer kon het niet. Het is gewoon het resultaat geweest van geloof in eigen kunnen, net als staatsolie, net als Godot. Dat is de pitch die school. En bent u teleurgesteld dat het niet doorgaat? Ik ben niet teleurgesteld dat het niet doorgaat. Je kon het verwachten van, kijk, dat is het probleem. Kijk, de universiteit, ik heb het ook gezegd vorig jaar tijdens de Dies Natalis. Kijk, de universiteit heeft één groot probleem. En dat is dat die universiteit bestuurlijk, eerst was het college van curatoren met de senaat. Dat werkte niet. En toen is er eigenlijk een centralistisch bestuur gekomen met 9 bestuursleden, waarvan 6 worden benoemd door de regering. Maar het zijn mensen vanuit allerlei pluimage. En er worden er ook politieke mensen ingevuld. Professor Jack Menke over de PhD-school van de Anton de Kom Universiteit.